Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe uitzending van Artiest van de Week. Vandaag bij mij op de bank een artiest die dit jaar ruim 40 jaar in het vak zit. En hij heeft ook wederom een nieuw album uit. Reden genoeg om hem uit te nodigen. Jan Keizer. Hallo. Welkom. Ja, ik je ook even tegen kijken. Ja, nee, je doet het helemaal goed. 40 ja, jaar in het vak, dus je weet precies hoe je mensen moet aanspreken. Oké. Okay. Nou, het wordt een hele leuke uitzending. Toen wij hier binnenkwamen, zag Jan al de schilderspullen liggen. Dus die zegt, oh, wat ga je doen? Ga je schilderen? Toen zei ik, nee, want jij gaat schilderen, Jan. Nee, toch? Ja. Wil je dat ik ga schilderen? Ja, heel graag. Dat moet wel... En je krijgt de hele uitzending de tijd om hier een zelfportret te... Niet zo angstig kijken. Nee, maar dat is echt... Verschrikkelijk zeker. En het is gewoon... Ja, dat zijn de kleuren die je mag gebruiken... Wit canvas, dus ik zou zeggen, maak een kleuren mooie... Dat ik niet in mijn gezicht heb, hoor. Groen. Nee, maar dan en kan je mengen. Geel. Kan je mengen. Ja? En gaat het gewoon onder het interview door? Tijdens het interview door, ja. En aan het einde van de uitzending willen we heel graag weten wat je ervan gebrouwd hebt, geschilderd hebt. Ja, als ik dit geweten had. Dan? Nou, ik gebruik die foto van de hoes van het album gewoon een beetje erbij. Nou, dan gaat het toch helemaal goed komen? Nou, ik kondigde je net aan, 40 jaar in het vak, een nieuw album. Heb je druk? Ja. Ja, hè? Ja, kijk, als je een nieuw album maakt, moet je ook promotie doen. Dus ik heb... Ik ben onder andere bij Daniel Dekker geweest, toen bij de Tros, mm-hmm. Radio 2. Die heel goed met plaat draait. Dus de mensen komen ook aan de weten dat ik een plaat heb. Mm-hmm. Daarnaast ben ik 3 dagen lang door heel Nederland gecrossed naar alle regionale radiostations... En er zijn heel veel in Nederland op het ogenblik. Mm-hmm. En die doen natuurlijk ook ontzettend veel werk om het Nederlandse product zeg maar, aan de man te brengen. En bijna bij elke station is hij wel plaats van de week. Dus dat is hartstikke leuk. Dan komen de mensen staan en weten wat hier is. Mm-hmm. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Vroeger hadden wij het heel makkelijk natuurlijk. Toen ik begon, toen was je 1 of 2 netten. Ja. En wanneer je op top opkwam, dan was je meteen wereldberoemd in Nederland. Ja, ja. En tegenwoordig zijn er zoveel zenders. En gelukkig kiezen heel veel toch voor onder andere de Tros, die dus mij af en toe nog in beeld brengt. Nou, ik wil het straks, want het is leuk dat je het zegt, ik wil het daar straks ook uitgebreid over hebben. Het verschil van toen en nu. Ja. Want als je 40 jaar in het vak zit, heb je ook heel veel veranderingen, denk ik, meegemaakt in het Absoluut, vak. Absoluut, ja. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar we beginnen met muziek. En hoe kan het ook anders dat je hebt gekozen voor een Volendams duo? Nick en Simon, waarom heb je specifiek dit nummer gekozen? Nou, ik hoorde het liedje bij On Air mm-hmm. op tv. En toen deden ze een stukje... Daar gaan ze al op de fiets. Ja. Toen deden ze een stukje a cappella. En Acapulco. Ja, zou Dirk van der Horst even zeggen, bij ons in de band. Die had dat de meest gekke uitdrukkingen. Die noemde dat Acapulco. Dus vandaar. En, maar dat klonk heel goed in de oren. Dus we gaan er even kijken. Denk. De allermooiste oogopslag. Je haren dansten in de wind. Je draaide om, ik werd verblind. Tot op dat moment hadden meisjes mij nooit zoveel gedaan als jij. Zonder te bedoelen, mijn vlinders in mijn buik laten voelen. Je nam me zwijgend mee, er was niemand die ons vinden kon. Het leek alsof mijn leven daar begon. Oh, want ik kon niet langer wachten. Na al die slapeloze nachten en niets, oh, niemand hield me tegen. Maar ik was zo verlegen, een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Jouw lippen op de mijne, het was voor de eerste keer. Jouw lippen op de mijne. Jij wist heel goed wat te doen. Ik deed maar wat ik was, zo groen. Ik stond te trillen op mijn benen. Een tinteling van mijn lippen tot mijn tenen. Het gemaaide gras, het groeien van de avondzon. Het leek alsof de zomer daar begon. Oh, want ik kon niet langer wachten. Na al die slapeloze nachten en niets, oh, niemand hield me tegen. Maar ik was zo verlegen, een beeld dat nog meer zou verdwijnen. Hoe jouw lippen op de mijne. Jouw lippen.
de allernieuwste videoclip van Nick en Simon, Lippen op de Mijnen, aangevraagd door artiest van de week Jan Keijzer. Nou, met pijn en moeite heb ik hem een soort van aan het schilderen gekregen. Nou, ik ben er nog niet, hoor. Nee, je bent niet blij met me vandaag. Nee, ik ben helemaal niet. Nee. Nou, wij wel met jou. Oké. 40 jaar zit je al in het vak. Ja. Hoe kan je dat omschrijven, die 40 jaar? Nou, je houdt het nooit geen 40 jaar in dit vak vol als je het niet fantastisch vindt. Mm-hmm. Het is gewoon een vak wat verslavend werkt. En wat werkt dan verslavend? Ik vind met name het bühne optreden vind ik verslavend. Maar ik vind het ook zo leuk. Weer starten met liedjes maken. Mm-hmm. Hoe gaat het worden? Hoe gaat het zich ontwikkelen? Wat komt er op je pad? Nu komt na zoveel jaren mijn dochter met me mee gaan zingen. Mm-hmm. En ik ga schrijf teksten met mijn zoon. Mm-hmm. Dat is heel apart iets. Dat had ik echt, als ze dat 4 jaar geleden tegen mij gezegd hadden, dat ga je ook nog doen. Dan had ik gezegd, nou, daar geloof ik helemaal niks van. En dat is nu zo. En het is zo leuk. Hoe blijf jij jezelf vernieuwen? Nou, je moet creatief zijn. Je moet creatief zijn in dingen bedenken. Mm-hmm. Om steeds weer wat anders te doen. En kijk, ik ben toch Jan Keijzer. Ik blijf toch de man die ooit bij BSN zo lang gezongen heeft natuurlijk. En ik kan mij niet... Het zou ook gek zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld met mijn vorige album, heb ik Nederlandstalig gedaan, heb ik beroemde tekstdichters gevraagd. Dat is dan iets heel anders. Mm-hmm. Keken mensen wel van op, moet ik eerlijk zeggen. Want je bent dan toch een soort met luisterplaat aan het schrijven. En aan het maken. Mm-hmm. Wat de mensen niet 1, 2, 3 bij mij gezien hadden. Want ik ben iemand toch een beetje een spring in het veld. Een vrolijke knaap die op de bühne het publiek mee wil hebben. En ik denk dat dit album, wat nu gereleased is, dat is een veel vrolijkere plaat. Die maakt je blij, die past beter bij me, denk ik. Wat zijn je hoogtepunten die je hebt meegemaakt? In mijn 40-jarige carrière? Nou, ik heb heel veel hoogtepunten meegemaakt. Ik vond het natuurlijk de eerste nummer 1 hit ooit. Dat is iets wat je nooit meer vergeet. Mm-hmm. We hebben 80 gouden, ik heb ze nooit allemaal geteld, hoor, maar Jan Tijp zei dat. 80 gouden en platina platen gehaald, dat is natuurlijk niet meer normaal. En dan in platina was toen nog 100.000. Mm-hmm. Tegenwoordig is dat allemaal gedevalueerd naar goud 25, heb ik begrepen nu. Ja, ja. Nou, dat was toen allemaal nog 50 en... wij hebben van albums 400.000 en 500.000 platen verkocht. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel ontzettend leuk. En dat was gigantisch. Maar ook de trips, alle specials die we gemaakt hebben in de buitenlanden. Want in Zuid-Afrika ben ik 6 keer geweest. Kenia met een ballonvlucht boven de wilde beesten. Maleisië 2 keer. Heb je het gevoel dat je dat echt hebt meegemaakt? Of als je daar nu aan terugdenkt, denk je, oh, het ging eigenlijk best... Het gaat heel snel voorbij. Het gaat heel snel voorbij. Ik heb het tegen Jasmin toch wel eens gezegd. Waarschijnlijk is dat ook iedereen gegaan en daaruit. Je moet genieten van datgene wat je doet. Want het is voordat je het weet is voorbij. Mm-hmm. Weer. De tijd vliegt. Ja. Zijn er na zoveel positieve dingen wat je hebt meegemaakt ook negatieve dingen? Dat je zegt, oh. Nou, ik vond... Ik had het wel gezien in die files in Nederland zo'n beetje. Dat vond ik wel negatief. Wat vond je negatief? De files. De files? Elke dag in die files. De files? Ja. Ja, ramp toch? Ja, dat vind je, dat is het enige. Dat vind ik een van de... Zoveel erge dingen zijn er niet. Mm-hmm. Ja. nee, dat is echt zo. Als we in Maastricht moeten optreden, maar je hebt Maastricht, Kerkrade, Heerlen, Sittard. Dat is allemaal onderin die laag, zeg maar. Mm-hmm. Dan van Nederland zo. Ook een soort laars, ja, dat is Italië. Dat duurt gewoon 4 uur rijden. Ja. En dan zat je soms wel heel warm in die auto, op elkaar geplakt. Dat vond maar ik misschien ook wel weer positief, want als het niet was geweest, had je misschien nog veel meer moeten optreden. En nu kon je er dan misschien maar 2, nou, 1 3... Op een dag, altijd 1 nou, dag. Ja. Waar heb je het dan over? Nee, ik vond het reizen vervelend. Het optreden vond ik niet leuk. Gewoon het heen en weer. Heel leuk. Nee, dat vond ik niet leuk. En van alle nummers, van hoeveel nummers in totaal denk je dat je gemaakt hebt, gezongen hebt? Hoeveel zullen dat er zijn? Nou, ik heb zelf al meer dan 400 liedjes geschreven. Dus ik weet niet
hoeveel liedjes we ook met BSD gedaan hebben. En als je nou, wat, heb je een favoriet nummer? Ja, meestal ga je dan kijken naar liedjes die grote successen waren. Nou, hoeft toch niet? Misschien heb je bij een ander liedje juist dat je denkt, nou, dat was geen grote hit, maar die speciaal daar en daarom. Of werkt dat niet nou, zo? Nou, de mensen kennen dat dan toch niet. Ik denk dat Le Legionnaire, Just an Illusion, dat waren grote hits bij BSD. Mm-hmm. En Mon Amour natuurlijk niet te vergeten, daar begon het allemaal mee. Dat zijn echt, dat waren de knallers. Maar ik heb zelf met sommige liedjes die niet zo bekend zijn, heb ik meer. Ja. Nou, dat kan. Ja. We gaan naar Henk Westbroek. Ja. Want ik zie dat je zit te popelen. Ja, ik kan zo wat... ik kan niet. Nee, precies. Ja, vrouwen kunnen dat wel trouwens. Hè? Ja, wij kunnen, kunnen meerdere dingen tegelijk. Maar een man die is zo gemaakt door de schepper om zich te concentreren op één ding. Nou, en dan doet hij dat ook ik goed. Ik ga jou je even laten concentreren. Pak hem mee 3 minuten. Ik denk dat het liedje zo lang duurt. Hier is Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Oké. Okay. Succes. Ja. Dan ga ik dit doen. Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde strip. Van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging een gedicht. Elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster. Zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga. Soms dreigt te voelen.
Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. Schakel je net in, dan kijk je naar artiest van de week bij mij op de bank, Jan Keijzer. Net een nieuw album uit, Chords of Life. Wat voor soort album is het? Het is een heel vrolijk album. De titel zegt Akkoorden van het leven. Het is grotendeels... Even laten zien. Autobiografisch. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat er dus heel veel teksten op staan die echt op mijn leven slaan. En het is een... Ja, nu ja, jij... Dit is niet het... Oh, sorry, dat is... Nee, ik ga schilderen. Jij probeert me ook nog... Het is niet alleen moeilijk tijdens een interview, maar je gaat het me nog moeilijker ook maken. Sorry. Ja. Jan gaat dit namelijk schilderen. Ja, daar ben ik druk mee bezig op het ogenblik. Maar, dit is het origineel, dus we zullen straks zien wat hij ervan gemaakt heeft. Ja, het moet toch een beetje abstract gebeuren, want ik heb een aantal kleuren van Angela gekregen. Daar kan zelfs Picasso ook niks mee. Dus... Ah, tuurlijk wel. Maar je zegt, je album is autobiografisch. Heb je daar bewust voor gekozen? Nee, dat heeft ook te maken met wat ik met mijn zoon teksten maak. Mm-hmm. En wanneer we dan met elkaar zaten, wat een melodietje ik maak. Eerst schrijf ik altijd de eerste melodie. En we waren er lekker mee bezig. Dan zeg ik, ja, wat zeg je dit? Het is wel vrolijk, maar hoe kunnen we nou dit gegeven versterken door die tekst? Hoe kunnen we dat doen? Nou... Nou zit je tegen elkaar aan te kletsen. En hij zegt... kunnen we, ik zelf kwam met het idee om iets over de vakantie te doen. Dat is ook heel ontspannen en vrolijk. Mm-hmm. Toen zegt hij, laten we dan de rit naar Italië nemen. Dus, en in dit liedje heet dan bijvoorbeeld Follow the Taillights. Dat betekent volg de achterlichten. Mm-hmm. Dus ik rij eigenlijk niet op een tomtom of een navigatiesysteem, maar ik rij altijd op de achterlichten van mijn zoon. En dan rijden we samen naar Italië. Ja. En dus wat we daar tegenkomen, we stoppen nog een keer, gaan de volgende dag verder tot we moe zijn. We willen het in tweeën rijden, dan maak je ook gewoon, dat is ook vakantie. Dus dan slapen we gewoon op de Fernpas of zo. Mm-hmm. En dan ga ik richting Italië en dan loop je door die romantische steegjes met die balkonnetjes, met die mooie bloemen eraan. En dan kom je gewoon in het paradijs, vind ik zelf. Ik vind Italië super. Mm-hmm. Nog geweest? Ik ben er wel eens geweest, ja. Maar ik heb niet hetzelfde gevoel bij Italië als... Nee? Nee, maar dat is niet iets persoonlijks, hoor. Maar jij zoekt waarschijnlijk de disco nog. Nee, Jan. Ook niet. Ik heb me vergist niet. Nu in jou. Nee. Maar jij bent nog jong. Dan wil je toch bruisen, dan wil je toch... Ja, dat wel. Maar de disco doe ik ook niet meer, hoor. Maar ik heb niet zo heel veel met Italië. Maar misschien moet jij me een keer meenemen naar Italië. Kunnen we een special maken? Hè? En dan laat je mij Italië zien, de mooiste plekjes van Jan Keijzer. Ik zie het helemaal zitten. Jij? Ja, oké. Ik hoor wel of de trots geïnteresseerd is. Neem je zo mee. Nou, je dochter die zingt ook op het album. Het is een beetje een familiealbum geworden. Ja. Hoe was dat voor haar? Is dat spannend? Zij wil niet liever dan zingen met mij. Of alleen. Maar wil zingen. En dat doet ze in soundmixshows in Volendam. Wat ik nooit geen notie van heb gehad trouwens. Maar ze won dan ook nog prijzen. Dus dat was altijd ontzettend leuk. En toen ik een keer vroeg... ik zou eigenlijk wel een tweede stem in een liedje willen hebben. Toen zei ze, maar waarom mag ik dat niet doen? Ja. Want ik had daar waarschijnlijk een achtergrondzangeres voor genomen dan. Nou ja, toen heb ik haar ervoor gevraagd. En ik hoorde later met de Tros op weg naar Miami met het schip. Of van Miami naar... Toen naar New Mexico was het, toch? Ja. Toen heb ik alleen van de kapitein niet gehoord dat ze het leuk vonden. Dus iedereen vond het fantastisch. Die was laaiend enthousiast. Ik denk, nou, als ik weer een plaat ga maken, maak ik in ieder geval, laat ik er nog wat mee doen. Ja. Ik moest van de week wel lachen, was naar die interview met iemand. En die zei ze tegen, ik moet gewoon zeuren bij mijn vader. Dan krijg ik meer liedjes op het album. Oh, echt? Ja, ze moeten wel. Ze nee, moeten nou, wel. Nee, zo is het natuurlijk niet. Maar ik hoorde dat haar zeggen. Ja. Dus ik vind dat wel grappig, ja. Maakt dit album voor jou, is dat specialer omdat je zoon en je dochter eraan hebben meegewerkt? Ja, daardoor krijgt het wel wat extra's, ja. Mm-hmm. Dat is toch bijzonder, ja. Nou, het album wordt goed ontvangen. Ja. Want hij is op 21 binnengekomen in de top 100. Album top 100. Ja. Is dat voor jou iets waar je nog steeds gespannen naar uitkijkt? Op hoeveel die binnenkomt? Of doet dat je niet meer zoveel? Nou, kijk. Je moet eigenlijk daar... altijd wel mee bezig zijn, vind ik. Anders dan ben je er niet meer zo mee bezig.
En ik vind het wel belangrijk dat die plaat hoog komt. En is 21 hoog genoeg? Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, ik was heel blij. Okay, als je daar op 21 binnenkomt, ik was geloof ik de ene hoogste binnenkomer. Mm-hmm. En bijvoorbeeld iemand als Diana Ross, mm-hmm. die was lager binnengekomen. Om het zo te noemen. Dat is toch een wereldartiest. Ja, van naam. Ja, daarom. Dus dan ben je wel extra trots. Je kijkt dus ook wel dan wie jou hoger binnenkomt, zeg maar. Nou, ik heb die lijst uitgeprint. Ja, dan zit je zo te kijken. Ja, nou, oké, dat is leuk. Ja. Nou, wat ik leuk vind aan dit album, of althans leuk, wat een groot verschil is, je vorige album, Geef mij je lach, dat was helemaal Nederlandstalig. Ja. Nu ben je weer overgegaan op Engels en Frans. Ja. Waarom? Ik leg dit even neer. Na het stoppen met Beesten vond ik het perfect om wat anders te doen. Dan wil je wat anders doen, want je hebt dat 40 jaar gedaan en dan kom je met wat anders. Ik heb toen ook gekozen voor die tekstschrijvers. Mm-hmm. Dat maakt het ook al anders. En dan krijg je automatisch, als je het Nederlands gaat zingen... Als ik Nederlands ga zingen, wordt het serieuzer. Mm-hmm. Ik zal nooit geen liedje maken, hoewel ik heel vrolijk in elkaar zit, zeg maar. Mm-hmm. Kom ik dan niet met een hele vrolijke mop, want meestal vind ik dat een beetje plat ook. Ja, ja, ja. Ja. En niet alle liedjes die vrolijk zijn, zijn plat, hoor, maar daar gaat het niet om. Maar ja, dat krijg je snel. En dit werd een meer luisterplaat. Ja. En dat past gewoon minder bij mij. Want hoewel ik uit hoeken waar ik het helemaal niet verwacht, fantastische reacties kreeg. Dus vonden die mensen, en die zeiden, ja, dit is het beste wat je al gemaakt hebt. Dan denk ik, nou, ik heb nu 40 jaar muziek mee bezig en gemaakt, grote hitparaden, hits gemaakt. Mm-hmm. En dit vind je dan het beste wat er is. Ik ben wel blij dat ik het album gemaakt heb. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk toch wel van mening, je moet bij jezelf te raden gaan. Een vriend van mij zei, denk nou eens na, zegt hij tegen mij. Iemand van buiten kan vaak, jij bent er zomaar bezig, iemand van buiten kan jou zeggen mm-hmm. wat hij ervan vindt. En die echt een goede mening heeft. En die zegt, stel je voor dat Frans Bauer nu Engels gaat zingen. Wat zou je daarvan vinden? Ik zeg, dat kan niet. Frans Bauer moet Nederlands zingen. Mm-hmm. Zegt hij, jij hebt 40 jaar lang Engels en Frans gezongen. En je ging zomaar Nederlands zingen. Ook met Beesten, maar ook zelf. En dat, ja, daar heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in. De mensen verwachten van mij dat niet. Ja. En die zien liever toch die vrolijke Jan Keizer op het podium. Mm-hmm. Met vrolijke melodieën. Dus vind je ook dat het Engels beter bij... Kan je daar misschien beter in uiten ook? Omdat je het al zo gewend bent? Nee, want ik articuleer in het Nederlands goed. Nou, je hebt vaak dat je zangers niet kan verstaan of zo in het Nederlands. Mm-hmm. Of dat ze dingen wegslikken, wat dan ook. Maar ik ben zo secuur met dat soort zaken. Mm-hmm. Dat ik ben wel goed te verstaan. Ja. Dus daar zit het hem niet in. Het heeft meer te maken, denk ik, met waar het over gaat. Mm-hmm. Het is wat ernstiger en wat... Ja. Gedegen. Is het iets wat je wel nog een keer zou doen? Of is het nu binnen dan Ik heb dat nu gedaan. Ja, klaar. Dat is klaar. Oké. Okay. Nou, we gaan kijken naar Vluchten kan niet meer. Oké. Okay. Ook een beetje toepasselijk. je moet gewoon op het Engels en op het Frans blijven. Ja, Vluchten kan niet meer. Ja, Vluchten kan niet meer. Frans Halsema en Jenny. Nou, komt-ie. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe, hoe ver moet je gaan. De verre landen zijn oorlogslanden, veiligheidsraad, vergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden, hoe ver moet je gaan. Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. Schuilen alleen nog wel. Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.
niet meer, heeft geen enkele zin. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waarin. Hoe ver moet je gaan? In zaken of werk, of in discipline. In yin of in yang, of in heroïne. In status en auto, en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Waarom heb je voor dit nummer gekozen? Het is zo'n prachtig nummer. Ja, het is gewoon, het is toch rijkdom, dit. Mm-hmm. Dit is Nederlandse taal op zijn best. En dat vind ik heel mooi om naar te luisteren. Vind je dat dit soort muziek nog gemaakt wordt? Er wordt niet meer zoveel gemaakt, nee. Bluff, Rob de Nijs. Mm-hmm. Die maken nog wel eens hele mooie teksten. Die een beetje, of Borsato ook wel. Maar niet meer zoveel. Mm-hmm. Het is ook een beetje, dit komt meer uit een cabareske hoek vandaan. En dit zijn echt niet, er zijn eigenlijk geen popzangers of zangeressen. Mm-hmm, mm-hmm. Dit is meer het betere Nederlandse lied. Ja. Nou, het is een beetje, ja, het gaat nu misschien meer de popkant op, inderdaad. Ja. Ja. We gaan prijzen weggeven. Ja. 5 keer jouw album, ik durf hem bijna niet te pakken, of mag het nu wel, heel even? Pakken. Te laten zien. Ja, doe heel eventjes je fotootje weg. Pak maar even, ja. Deze gaan we weggeven. 5 gesigneerde albums van Jan Keijzer. Port of Life. Prachtig album. Engelstalig, Franstalig, hoe je het gewend bent. 3 eigen nummers met zijn dochter ook gezongen. En geschreven samen met zijn zoon. Maar dan moeten de mensen wel wat voor doen. Ja. Nou, ze moeten... Dat lijkt me gewoon een leuke vraag. Hoeveel soloalbums heb ik nu gemaakt? Wat inclusief is dit, deze. Dit album daarbij inclusief? Hoeveel albums Jan Keijzer? Nou, denk jij het antwoord te weten? Ga naar onze website www.sterren.nl. Daar kan je het antwoord achterlaten. En wie weet maak jij dan kans op een van de 5 gesigneerde nieuwe albums van Jan Keijzer. Jan, ben je nu druk bezig deze aan het promoten? Ja, ik ben nu ook bezig. Ja, ik ben ook aan het schilderen, maar Ben je nu hier op... Ik denk, je komt hier voor de gezelligheid. Leuk. Ik heb Angelo niet gezien, maar nee, je zit hier dus. Ja, jij zit mij aan het schilderen. En het lijkt er helemaal niet op. Kijk, het is toch niet te geloven. Ja, wordt echt... Het is best lelijk. Ja, maar het is moeilijk hoor, dit. Ja, ik kan het ook niet. Met deze kleuren, het is echt niet te geloven. Of ik moet hem abstract maken, dat kan nog snel. Heb je een grote kwast voor me? Nee, maar daar kunnen we wel aankomen. Nee, maar we zeiden net in het begin, 40 jaar zit je in het vak. Ja. Toen noemde je al, vroeger waren er maar 2 netten. Je zat bij Top Op en je was wereldberoemd. Wat zie jij nog meer als verschillen qua promotie nu, bijvoorbeeld voor je nieuwe album? Ja, er is veel minder tv dan vroeger. Mm. Ook dat. Vroeger waren er gewoon meer televisieprogramma's. Ja. Ik heb de mazzel dat ik straks mee mag naar Curaçao weer. Ja, daar heb je en welke artiest heeft dat, weet je wel? Ja. Dus dat is een groot voordeel nog. En maar ik denk voor mensen die net beginnen... Ja, je hebt natuurlijk bij diverse omroepen tegenwoordig... proberen ze... Door middel van, hoe heet die programma's? Zoals Popstars en zo, bedoel ja, je? Bijvoorbeeld dat, ja. Ja. Ah, daar word ik niet blij van als ik daar naar zit te kijken. Want ik vind vaak dat mensen die echt helemaal niets kunnen. Mm-hmm. En die worden natuurlijk ook uitgenodigd. Die vind ik af en toe tot ze dat het leukst vinden om dat uit te zenden. Ja. En dat vind ik eigenlijk niet leuk. Nee. Ja, maar dat valt bijna niet meer... Als je beginnend artiest bent of je wil in één keer heel veel publiciteit... is dat wel makkelijk nu om aan zo'n programma mee te doen. Dat is misschien iets van deze tijd. Ja, maar als je nou kijkt wat de resultaten zijn... Jamai ken ik en ik ken Jim. Mm-hmm. En in Boris ken ik dan ook natuurlijk wel. Boris was wel een goede artiest, maar ik hoor er eigenlijk heel weinig van. Ja, dat is waar. En als Jim en Jamai niet door Joop van der Ende in een musical waren gestopt... Dan had je ze nooit meer gehoord. Nee. Want het zijn toch geen mensen die het vak aankunnen, denk ik. Mm-hmm. Jij denk je dat die over 40 jaar er niet meer zijn? Nou, daar hoor je nooit van. Nee. Nee, dat denk je echt? Nee, dat is absoluut zo, ja. Maar waar zit dat hem dan in? Juist omdat ze door een talentenjacht bekend zijn geworden? Nee, ik vind dat ook niet zo geweldig, gewoon. Nou, eigenwijs, hè? Nou ja, het kan.
kan, ja, dat je dat vindt. Want je zei net ook, voordat de uitzending begon, je vindt dit ook het beste album wat nu eigenlijk... Ik ga het wel zeggen, wat nu eigenlijk in de... Nee, maar dat is ook zo. Dat vind ik ook echt. Komt wel een beetje eigenwijs over. Dit is gewoon zo'n vrolijk album. En er is met zoveel liefde aan gewerkt. Dat hoor je gewoon terug. Maar ben je dan ook zo eerlijk dat je... Want je werkt met heel veel artiesten samen. Ja. Zijn trouwens de artiesten die je kent, zijn dat echte vrienden geworden of blijven dat wel collega's? Laat ik dat eerst zeggen. Nou, sommige daar ken ik wat beter mee. Dat heb je toch. Ja. En kan je daar dan ook eerlijk tegen zijn? Kan jij dan als vakman... Als iemand aan mij vraagt wat vind je voor zijn album wat hij ervan vindt, wat ik daarvan vind, dan geef ik echt mijn eerlijke mening. Ja? Ongezouten. Ja. Maakt niet uit, goed of slecht. Ja, dan geef ik hem in ieder geval positieve kritiek. Dus wat hij verbeteren moet, dat kan. Gebeurt dat ook wel eens bij jou? Dat mensen... Ja, nee, jij krijgt nooit kritiek. Nou ja, maar dat... Ja, ik krijg natuurlijk wel kritiek, maar dat... Maar niets echt van het vak. Nee. Als je dat zou krijgen, zou je dan echt, wat meer doen? Vaak is het zo dat... Of je krijgt wel eens reacties. Mm-hmm. En dat is vaak gestoeld op jaloezie gewoon. Maar daar koop je niks voor. Je kan beter iemand wel zeggen wat je mening is. En zeggen waarom. En hoe het beter kan worden. Nou, nu zit je 40 jaar in het vak. Ja. Wat wil je nog allemaal bereiken? Zijn er dingen waarvan je zegt... Nou, Ange, als ik dat nog mee kan maken, nu als solo-artiest, dat zou echt te gek zijn. Nee, of heb je alles al gehad? Ik heb dat niet. Wat ik wel heb is... ik vind nog steeds, dat zei ik straks al, verslaafd ben ik om op een podium te staan. En er komen steeds dingen op mijn pad, toch. Mm-hmm. Dat heeft iedere mens. En ik ga... Ik ben bijvoorbeeld een tijdje geleden heb ik in België opgetreden met Wiltura. Mm-hmm. 3 dagen achter elkaar voor 15.000 mensen met een orkest. Een live orkest. Nou, dat vond ik helemaal bijzonder. Fantastisch. Nou, dat doe je dan maar weer. Mm-hmm. Toen vond ik dat zo leuk. En dat zijn dingen, dat zijn uitstapjes die dan af en toe nog, dat je dat nog een keer doet. En ik heb begrepen dat Zuid-Afrika ook nog zeer geïnteresseerd is in Jan Keijzer. We zijn daar met BSTN 6 keer geweest. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik in de toekomst ook nog wel een keer weer een toertje ga maken in Zuid-Afrika of wat dan ook. Ja, gaaf. Nou, wij wensen je daar heel veel succes mee. Heel veel plezier. Kom tegen die tijd gewoon nog een keer terug. Ja, gaan we ik vertel wel hoe het geweest is allemaal. Neem foto's mee. Ja, heel graag. Heel graag. Nou, het schilderij is nog niet af. Nee, we gaan hem wel alvast laten zien. Je zou nu denken dat hij een baard heeft. Ja, maar dat is toch niet waar? Dat lijkt wel zo. Een beetje Sinterklaasbaardje. Ja, dat bedoel ik helemaal niet. Hij heeft die kraag is open, ja, als je het boekje ziet. Nou, we gaan in ieder geval de kijkers bedanken voor het kijken. Artiest van de week, de hele week te zien hier op sterren.nl. Jan Keijzer. We gaan er natuurlijk uit met je eigen clip. Ja. Wil je hem zelf aankondigen? Het kan best zijn dat ik de volgende keer bij een andere artiest... dat je denkt, hé, daar zit die Keijzer nog steeds. Zit ik nog steeds te schilderen? Want ik moet dat natuurlijk, dat open is, weet je wel. Dus, oh, dat was het wat je probeerde. Ja, nee, maar dat is helemaal niet gelukt. Het is gewoon een baard. Kijk maar, ik ga je er niet langer mee vermoeien. Kijk maar even naar Longing for the Summer. Tot volgende week. Oké. Okay. Summer morning, what a lovely summer.
samen.